Jodelaar! Ja, zo ongeveer klinkt het als iemand jodelt. Typisch Oostenrijks. Net als zo'n hoed trouwens. Maar het Oostenrijkse volkslied klinkt heel anders hoor dan dat gejodel. Oostenrijk ligt hier en is ongeveer 2 keer zo groot als Nederland. Het land heeft veel bergen en is populair bij wintersporters. De beroemdste Oostenrijker is de man die deze muziek verzon. Wolfgang Amadeus Mozart. Een natuurtalent en de trots van Oostenrijk. Ze hebben zelfs hun bonbons naar hem vernoemd. Mozartkuchen. Lekker hoor. Maar kunnen die Oostenrijkers eigenlijk ook een beetje voetballen? Nederland tegen Oostenrijk. Vorig EK speelden we ook tegen ze. Toen won Nederland met 2-0. Tonjan Malen heeft daar Dumfries bij zich, maar Malen kan het zelf doen. Nee, Dumfries! Weer Denzel Dumfries! En nu is hun beste speler ook nog eens geblesseerd. David Alaba van Real Madrid. Maar Tim, hij woont in Oostenrijk. Ze hebben nog een goede speler, toch? Ja, er bestaat een speler, namelijk Arnautovic. Die is goed in het rennen en hij speelt ook heel goed. Hey Tim, je hebt van allebei de landen een voetbalshirt, hè? Ja. Welke ga je morgen aantrekken? Ik weet het eigenlijk nog niet, maar ik denk het Nederlands shirt dan wel. Heel goed. Er is trouwens ook een Oostenrijker die bij Feyenoord speelt. Gernot Trauner. Maar hij heeft niet echt de muzikale talenten die Mozart had.